Right, jongens, welkom terug op de channel. Welkom in de off-week en we zijn hier eventjes in Baarn in de gym. Dit is mijn trainer Emiel, Synergy Sports. En ik zal jullie vandaag eens even een paar oefeningetjes laten zien. We gaan nog een keer een uitgebreide gym video doen. Maar vandaag is gewoon even een kleine impressie van een paar dingen die we hier doen. Bij Emiel zit er weer op. Zoals je kan zien is het heel veel gericht op stabiliseren in de heup, in de hoeken blijven en vanuit daar roteren in het bovenlijf. Heel veel eigenlijk namaken van de golfswing en het sterker maken van die posities in die hoeken. En ik denk dat we wel echt een sweet spot hebben gevonden op dat gebied. Dat echt sterker te maken, dan heb ik uiteindelijk ook meer controle in mijn swing. En dan gaat de snelheid vanzelf wel komen. Dus deze basis moet goed zijn. En zodra dat sterker is, dan kun je ook wat meer gaan werken aan de grote spieren, denk ik. En throwing more weight around, zeg maar. Maar dat heb ik van deze winter ook wel een beetje gedaan. En ja, daar zag je toch wat dingen opsteken. En dit soort dingen die eigenlijk onderliggend eerst goed moeten zijn. Ja, die zijn nog niet op het niveau waar ze moeten zijn. Dus daar werken we nu hard aan en dat gaat hartstikke goed. Mijn core die is weer sterker aan het worden. En daardoor mijn swing ook. Dus meer controle betekent meer ballen dicht bij de pin. En dan uiteindelijk betere scores. Dus dankjewel Emiel. Nu even terug naar de golfbaan en nog even een range sessie om het weer even in de praktijk te brengen. En ik zie jullie later weer. Oké, jongens, welkom op Lage Vuursche. Even nog na de gymtraining bij Emiel hier op de range verder aan die spieren en aan die posities werken. En ik zal jullie even een klein beetje laten zien welke dingen ik hier precies doe. En waar ik dan op focus. Ik heb de laatste tijd veel met deze bal gewerkt. Die bal die gebruik ik eigenlijk om die rechter elleboog wat beter in te squeezen. Want die heeft de neiging bij mij om een beetje hoog te komen. En wat je bij alle topspelers eigenlijk ziet, is dat die heel goed hier bij hun komt. En op impact nog een beetje gebogen zit. Dus hier bij en gebogen. Alsof het clubblad een soort van één met die hand is. En dat je dus heel sterk vanuit je buik hier hoek houden. En er doorheen draaien. En die hand square houden. En ik doe eerst wat droge rotatie. Hetzelfde als in de gym. Op die stabiliteit letten hier. Dus ik draai in. Ik zorg dat ik niet daarheen ga, maar goed sterk hierin blijf. Mijn foutje is een beetje dat deze, die wil een beetje blijven staan. Dus in de oefenbeweging kan ik die goed mee laten komen. rechte elleboog squeeze in die bal. En vanuit daar heel erg sterk core voelen hier. Alsof je bijna je rug een soort van boller maakt. Backswing. Core. En dan komt die rechte elleboog erbij. En dan clear. Rechter schouder laag. Linker heup omhoog. Hetzelfde als wat je net in de gym zag bij die ene oefening. Met de sling om mijn been en die stok voor mijn schouder. Hetzelfde principe. Strek. En draai. Strek. En draai. En als ik dat goed doe, waar ik eigenlijk puur mee bezig ben, is hier extra specifiek die spieren gewoon aan te spannen. En te voelen op welk moment ik welke spier, zeg maar, wil gebruiken. Nou, dan heb ik dat gedaan. Boom. Boom. En dan met club erbij. Eigenlijk gewoon copy-paste. En dezelfde spieren voelen. En dan flushen, straight down the middle. Maar dit is wat ik graag doe in zo'n off-week. Je hebt natuurlijk een paar dagen rust gehad. Even het lijf gewoon een beetje tot rust laten komen. Na 3 weken fulltime, volle bak bezig zijn. Dus even weer die spieren gewoon. Even die basis en die posities voelen. En ik ben de laatste tijd gewoon heel veel met die core bezig. Die core wil ik, zeg maar, leidend hebben. Dat dit uiteindelijk gewoon volgt. En dat hier geen compensatie gebeurt, zeg maar. Dus deze sessie staat puur in het teken van eigenlijk spieren trainen. Posities trainen. En het verder inslijpen van waar je naartoe wil. Oké, jullie hebben natuurlijk mij al veel ook gezien met deze stokjes. Die gebruik ik nu inmiddels vrij lange tijd al. En dat is puur even de referentie te hebben. Dat ik hier goed op lijn blijf. Dat ik niet te ver naar binnen ga. Dat is in het verleden vaak mijn fout geweest. En het ziet er misschien een beetje extreem uit, hè? Stok en bal en noem het allemaal maar op. Maar uiteindelijk wat ik probeer is vanuit de juiste principes, dus met die elbow squeeze, draaien vanuit je core. En ook als ik het zonder club doe, dan nog visualiseer ik die swingbaan hier. Draai. Boom. Squeeze in de core. En dan zie ik hier al, dan zal ik nooit met die club tegen die stok aankomen. Dus puur referentie en het verder inslijpen van de juiste posities. En gewoon repeteren, vaak genoeg doen. En dan uiteindelijk is het robuust genoeg dat het under pressure stand houdt. En dat is waar je naartoe wil. Richard, go Richard! Close! Go Richard! Pak hem! Go Richard! Goed zo! Goed zo! Yes! Yes! Woo! Yes, Roos, gewonnen! Gewonnen! Richard had gewonnen, Roos! Pak zo! That is incredible! Nice! What a great win. Well done, son. Go on. I don't think he did either. Woo! Richard, Richard, Richard. Ja, en waarom zaten wij nou te juichen op de bank? Nou, dat zal ik even heel kort vertellen. Gewoon een gaaf moment. We gunnen het Richard enorm. Ik heb hem leren kennen op de Challenge Tour. Danielle die heeft zijn moeder leren kennen op de Grand Final. En ik vond het eerst dat het een beetje een eikel, een beetje een Noorse vent. Maar uiteindelijk op Saint-Omer met hem samengespeeld. Super aardige kerel, super veel respect voor hem. En ja, op zijn 46e zijn kaart verloren, terug naar de Challenge Tour. En uiteindelijk gaf hij dat in zijn winning interview ook aan. Van, yo, I was not there to make friends. Just put my head down, get the job done. En hij heeft er altijd in geloofd dat het nog kon. En dat hij het nu laat zien, dat is gewoon fantastisch. Dus, nou, ik heb wel een beetje een band met hem opgebouwd. En daarom zaten wij gewoon voor hem te juichen. En well done, Richard Bland. Oké jongens, de tussenweek zit er weer op. Bedankt voor het kijken weer allemaal naar deze vlog. Vergeet even niet op die subscribe button te drukken. En ik heb gewoon een goede week gehad. Een beetje, nou, vooral eigenlijk uitgerust. Batterij weer opladen. En morgen op naar Zweden voor het volgende toernooi. Zie jullie daar.